past het heel erg in de traditie van de Russische liturgische muziek, die wij ook kennen uit Rachmaninoff's tijd, Tchaikovsky's tijd, zelfs daarvoor. Maar er zitten ook heel veel nieuwe elementen in. Bijvoorbeeld alleen al het feit dat er een fluit meespeelt. One flute and chamber choir, this is very rare. It has a rather shepherd-like, mystical, something coming rather from somewhere else. Maar er komen zoveel verschillende elementen bij elkaar, waardoor dat stuk heel bijzonder is. Ik kan het eigenlijk niet vergelijken met een ander werk. Ready? Maar je merkt wel dat het in een traditie staat waar Shedrin eigenlijk op doorbouwt. Dat is fascinerend. Yes, this is my first time with the Dutch Chamber Choir. I was absolutely bowled over at the beauty from the first note. Okay. I've never heard anything so beautiful as you guys. Aww. Really. It's amazing. It's an honor to do this with you. I'm blown away. Likewise. Het koor levert een ongelooflijke prestatie sowieso al, maar ook een ongelooflijke stabiliteit, een soort duidelijkheid in het samenzingen en in het samenvinden van de emotie. En dan is het voor mij als dirigent, komt het er echt op aan dat ik duidelijk ben in datgene wat van belang is op dat moment. Kom maar, doet ie. Absolute clarity and beauty of the sound that they create. It's something so special, and in this piece it's so euphoric, it's so mystical, there's a real magic quality in the sound, which I take inspiration from because voice and flute is so similar. This is een geweldige vrouw. Ze brengt enorm veel passie, ze brengt enorm veel kunnen natuurlijk sowieso. Het is ongelooflijk goede fluitiste, maar ze is ook heel sensitief, heel erg open voor datgene wat wij brengen. This is not to be missed. I mean, this is such a unique piece and such a beautiful writing. Beautiful in its harmony and its construction and in its wholeness. I'm so excited about these concerts. Yeah, of course everyone should come.